Er werd wat afgelachen afgelopen weekend in Houthalen Helchteren. Het zilveren jubileum van het Internationaal Lachfestival was een schot in de roos. Gedeputeerde voor toerisme Jean-Paul Peuskes kreeg dit jaar het Lachmanneke, een jaarlijkse trofee voor wie zich verdienstelijk maakt voor het Lachfestival. Ridder Jean-Paul gaf zo het startschot voor een te gekke driedaagse. 3, 2, 1. U hebt vandaag het Lachmanneke gekregen, wat betekent dat voor u? Ja, daar ben ik heel blij mee. Je weet dat Houthalen Helchteren voor toerisme Limburg een heel betekenisvolle gemeente is. Ik bedoel, bijna 500.000 overnachtingen hier in Houthalen Helchteren. 3 grote recreatieparken, heel veel andere logieuitbaters, schitterende horecazaken. Betekenisvol voor het toerisme in Limburg. En ja, als ik iets graag doe, dan is het promotie maken voor het toerisme in Limburg. Lacht u graag? Heel graag. Ja, natuurlijk. Ja, in ieder geval. Ja, heel graag. Ik lach altijd graag, ja. Bent u iemand die graag lacht? Ja, alle dagen. En hoe lacht u dan? Zo. Oeh, heel vrolijk. Luidkeels. Gewoon lachen. Zeg, nee, stop maar. Omdat je lacht, dan is de wereld open. Als de regenboog en lacht doorheen het leven. En laat je hoofd niet hangen, kijk lachend naar omhoog. Vijfentwintig jaar Lachfestival, wat betekent dat voor jullie? Het hart van ons leven. Passie. Hoe kijken jullie terug op die 25 jaar? We hebben die 25 jaar fantastische dingen mogen meemaken. Je ziet de sfeer die er vandaag is. Dat is het toppunt van wat we opgebouwd hebben. En we hopen dat het zo mag blijven in de toekomst. Hoe zou u het Lachfestival in een paar woorden kunnen omschrijven? Het is een uniek cultureel festival in Limburg voor Vlaanderen en voor de Benelux. Met heel veel openluchttheater, met alle vormen van de lach, van moppetapavonden tot lachfietstochten tot straattheater. Kortom, iedereen die wil lachen moet in dat weekend hier in Houthalen Helchteren zijn. En we zijn samen met Festival du Rire in Rochefort een unieke Belgische combinatie van lachen in plaats van altijd muziek en gewoon straattheater. Het noemt niet voor niks het Internationaal Lachfestival. Als je ziet welke theatergroepen, welke gezelschappen hier te gast zijn, ja, dat is van buitengewone niveaus. Dat is een heel knappe uitstraling. En ook dit soort van evenementen, dat draagt ertoe bij dat toeristen steeds vaker Limburg weten vinden als vakantiebestemming. Dus dit soort van initiatieven horen wij als provinciebestuur echt wel te ondersteunen. Het is trouwens de 25e editie van het Lachfestival. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze er op zijn minst nog 25 bij doen en dat ik samen met hun dat gouden jubileum hier mag komen vieren. We gaan het wel hebben! Ja! Zijn je niet bang van mij? Oh, hier, voilà, elleboog op! Alsjeblieft! Hoe weer? In mijn touwtje! Oh, in mijn touwtje! Ik heb echt de haren! Hahaha!